Schitterend, maar ik wist het eigenlijk wel van vorig jaar ook. Het is altijd zo interactief en die kinderen zitten daar met hun mond open en die beleven eigenlijk voor de eerste keer zo'n muziek. Want voor de rest kennen die liedjes van K3 en zo, maar echt muziekinstrumenten en daar helemaal in opgaan. En zelfs de stoerste jongens die doen balletpasjes zo en heel fijne, elegante dingen. En ze waren echt aan het genieten. Dus ik vind het ongelooflijk de wereld dat voor hun open ging. Ja. Fluitjes en ook nog, ik heb ook nog veel mensen gezien met een instrument die zo aan het rondwandelen waren. Dat heb ik allemaal gezien. Die was aan het fluiten, de mevrouw, en wij mochten ook fluiten met de potten van die glazen. Die dingetjes! Ja! Ik heb een concert gezien en ik heb ook zo mogen dansen en ik wil jullie bedanken dat ik mocht komen. Oh, ja, dat is de eerste keer dat wij komen, ja, inderdaad. En denk je dat de kids het plezant vinden? Ja, zeker. We hebben heel enthousiaste kinderen die dat soms heel moeilijk in te tonen zijn. Maar ik denk dat ze heel goed hebben meegedaan. En dat het zeker en vast de moeite waard was voor nog eens terug te komen. Ja. Kan je dit in de klas opgaan? Ja, volgende week gaan wij heel de week rond muziek werken. Ja. Dus ik denk dat voor hen zeker en vast de moeite waard was en voor ons ook. Dus.